Mannen, de Eredivisie begint pas in september. Maar deze week is FC Twente begonnen met trainen. De eerste training onder leiding van coach Ron Jans. Ja, unbe-fucking-lievable. Ron Jans. Die man die heeft gewoon in Cincinnati, in een volle kleedkamer, ook met allemaal donkere jongens erbij, gewoon keihard het puntje-puntje-woord meegezongen. Het N-woord. Ja, ik ga die letter niet eens uitspreken. Maar hij moest toen weg, daar, volkomen terecht. En dan gaat FC Twente hem opeens op het schild hijsen. Die zou toch gewoon nooit meer aan de bak moeten komen? Ja, maar het is ook, het is natuurlijk niet handig wat hij heeft gedaan, maar ik vind ook wel weer de reacties erop ook weer een beetje overdreven. Als jij gaat plunderen, als jij standbeelden omver gaat gooien, ja, dat heeft volgens mij niks meer met voetbal te maken. Ja, maar dat was vanwege George Floyd, toch? Ja, maar dat is altijd een optelsom, denk ik. Ja, maar hij is nu dus trainer van FC Twente. Ron Jans is terug en hij wil vooral kansen geven aan de jeugdspelers. De meesten zitten vanaf hun 12e zitten ze al hier. Soms zelfs nog langer. Ja. En als die dan in de eerste helft komen, dat is het mooiste wat er is. Ja, die moet je niet in de zwarte wit hebben. Nee. Ja, ik begrijp het. Ja, voor alle duidelijkheid. De verslaggever doelde met zwart en wit in dit geval op de clubkleuren van Heracles. Ja. Maar het is wel weer ook een beetje, ik ben benieuwd wat er op dat moment in zijn hoofd omging, zeg maar. Nou, daar hebben we beelden van. En als die dan in de eerste helft komen, dat is het mooiste wat er is. Ja, die moet je niet in de zwarte wit hebben. Nee. Ron Jans is opgestapt als trainer van het Amerikaanse Cincinnati. FC Cincinnati head coach Ron Jans is out. Nadat hij in de kleedkamer het woord nigger had meegezongen. Racially insensitive language. To demand justice for George Floyd. The nation erupted into scenes of chaos. Spelers van het Nederlands elftal laten zich niet meer interviewen. Zwart en wit is Heracles een thuis voor iedereen. Nee. Ja, ik begrijp het. Ja, en u hoorde Frank Boeien. Maar Ron Jans krijgt het wel moeilijk bij Twente, hè? Want daar is nu helemaal niks. Er is echt niks. Kijk, begin juni was dit de hele spelersgroep. 4 doelmannen, 2 verdedigers, 5 middenvelders en 1 aanvaller. Dus 12 spelers in totaal, waarvan dus bijna de helft met zijn handen mag. En hadden ze op dat moment ook nog geen trainer, want Ron Jans was er nog niet. Wel een technisch directeur, Jan Strooyer. En dat is dan de man die nieuwe spelers moet aantrekken. Ja, Tex, ik zit een beetje te luisteren. Ga jij überhaupt nog noemen dat dit ook weer een racist is? Nou ja, een racist, hij is wel kieskeurig. Je hebt toch voorkeur voor bepaalde spelers uit bepaalde landen en niet overal vandaan. In welke landen liggen uw voorkeur? Nou, ik hou van creatieve spelers. Dus spelers die eens kunnen. Brazilianen vind ik geweldige spelers. Afrikanen vind ik ook goede spelers. Maar ja, het zijn ook. Kijk, Oekraïne, dat zijn bijvoorbeeld helemaal geen creatieve spelers. Ik zou niet zo snel bijvoorbeeld een speler uit de Oekraïne halen. Daar zitten we niet zo op te wachten, moet ik zeggen. Ja, Diederik, Brazilianen en Afrikanen zijn goede spelers eens? Nou ja, we kunnen ze wel even bij langs gaan. André Onana is een goede speler, dus daar heeft hij gewoon een punt. Thiago Silva is een goede speler. Sadio Mané is goed. Dani Alves is goed. Yaya Touré ook. Maar bijvoorbeeld Tulani Serrero vind ik alweer een twijfelgeval. Dus ik weet niet of je dit helemaal zo kunt zeggen. Maar waarom spreek je dit nou weer allemaal uit alsof het een soort exotische gerechten zijn? Het zijn gewoon namen, hè? Ik bedoel, de ene heet Smit, de ander heet Jansen. Ik bedoel, hij heet gewoon Onana. Ja, wat zei ik dan? Ja, ik wil niet in een soort touwtrek-taalspelletje met jou hierover. Maar Goed. Strooyer heeft in ieder geval een heel specifieke voorkeur. Dat zag je ook bij zijn zoektocht naar een nieuwe trainer. Maar ik ben niet in principe een voorstander van een buitenlander. Geen buitenlandse trainer? Nou, het zou wel kunnen, maar Nu zie je bij veel clubs dat ze in één keer allemaal buitenlanders willen. Dan Duitsers en dan komen ze daar weer vandaan. Maar dat hoeft voor mij niet. Hoe duidelijk wil je het hebben? Hij wil Afrikanen en Brazilianen kopen om te laten trainen door een Nederlander. Ik snap wel dat ze uitkomen bij Ron Jans, toch? Ja, want die werd op 19 juni gepresenteerd. Ja, zijn racistische liedjes. Ja, Jonathan. Ja, op 19 juni werd Ron Jans gepresenteerd als nieuwe trainer. Maar hoe zit het met de rest van de technische staf? Er is eigenlijk op Sander Boskena is er eigenlijk geen staf. Sorry, maar als hij ook nog met een staf gaat rondlopen, dan trap ik hem echt hoogstpersoonlijk op zijn gezicht. Ja, hij bedoelt hier vooral de technische staf. Tuurlijk. Want ze zijn ook nog op zoek naar een assistent-trainer. Maar dan zijn we nog niet eens klaar, hè, als we de assistent hebben. Want ook de fysieke trainer zijn we naar op zoek. En een videoanalist. Spelers. Ja, spelers. Niet onbelangrijk. Diederik, eerst een videoanalist of eerst spelers? Ik denk eerst spelers.
Ja, want anders zit zo'n videoanalist ook van waar zit ik naar te kijken. Ja, nou, inmiddels is Twente als een gek allemaal spelers aan het halen. Bijvoorbeeld linksback Gijs Smal. Jonathan, goede aankoop? Oh, ja, nee, ja, daarvoor zou ik echt voetbal beter moeten volgen. Nee, volgens mij is er wel even iets belangrijkers aan de hand in de wereld dan voetbal. Ja, nou, het mooie is wel, die nieuwe linksback is al helemaal onder de indruk van Ron Jans. Wat is je indruk van Ron Jans? Kun je daar al wat over zeggen? Ja, het is een hele aardige, toegankelijke man. Hij kent bijvoorbeeld alle namen al. Nou, dat vind ik vrij snel voor iemand die er net een week, twee weken ja, zit. Ja, twee weken. Zo, in twee weken heeft hij 13 namen uit zijn hoofd geleerd. Dat is een soort Rain Man eigenlijk, Ron Jans. Dat is eigenlijk bijna te slim voor de PVV al, hoor. Ja, maar dit is ook gewoon Ron Jans. Die kan gewoon heel snel denken. Ja. Dat zag je net ook in het eerste filmpje met Frank Boeien. Ja, maar goed, het wordt gewoon dus een race tegen de klok voor Twente om op tijd die genoeg spelers te hebben. En dan komen we bij het volgende probleem. Want ze hebben ook hun enige fulltime scout ontslagen. Hier, FC Twente zet 18 mensen op straat, onder wie scout Bleuming. Ja, maar dat klinkt wel weer echt als een typisch voorbeeld van scout Bleuming. Toch? Ik bedoel, altijd meteen de scout de schuld geven. Die mensen zijn al in de minderheid bij zo'n club. Ja, en dan, even. Ik vind het super cool hoe jij met je tijd meegaat. Ja. En hoe jij je aan het ontwikkelen bent de afgelopen weken. Ik vind dat echt petje af. Absoluut. Maar ik wil nu echt even door met FC Twente en hoe weinig spelers die hebben. Ja. Ja? Ja, want laten we even kijken naar de selectie van FC Twente op dit moment. Dit is de opstelling die ze zouden kunnen maken met de spelers die ze nu hebben. Geen spits. Er mag ook helemaal niemand geblesseerd raken, want op de bank heb je twee veldspelers en twee keepers. En die keepers zitten er ook niet lang meer, want Joël Drommel wil naar een andere club, die wil hogerop. En tweede keeper Jorn Brondeel, daar wil Twente zelf vanaf, want dat is een grootverdiener. Dus ja, Diederik, gaat FC Twente het komend seizoen wel redden? Nou, ik heb er wel vertrouwen in. Als zij gewoon in de winterstop nog 7 keepers erbij kunnen krijgen, dan moeten zij sowieso het rechte rijtje kunnen halen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, Jonathan? Ja, zeg het eens, meneer De Wit. Oké, laat maar.